Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Roadtrip La Bohème. Nina, zijn Italiaanse mannen eigenlijk romantisch? Ja, echt wel. Noi ci siamo appena sposati, siamo in viaggio di nozze. E lui è veramente molto romantico. Chiri was in ieder geval een enorme vrouwenversier. Se esempio devo uscire con una ragazza, la prima cosa che faccio la invito a cena. E magari offrendogli anche la cena. Buongiorno, principessa. We zijn hier in Torre del Lago Puccini. Giacomo kwam hier vaak met zijn moeder en hij vond het fantastisch. Toen zijn moeder overleed, besloot hij terug te keren en er zelfs te gaan wonen. Daarbij ging het hem echt niet alleen maar om het natuurlijk schoon. Want hoe zat het nou eigenlijk met die heroïne? Zijn relatie met Elvira verliep niet altijd even soepel. Ze werkte nogal op zijn zenuwen. Soms vond hij het leven met haar ronduit deprimerend. En op een zeker moment leek er nog maar één uitkomst mogelijk. De constante drang om steeds opnieuw vrouwen te veroveren. Dit zorgde ervoor dat in het dorp al snel werd gesproken over Puccini zijn heroïne, als hij weer een meisje aan de haak had geslagen. Als het niet ging over Puccini zijn heroïne, dan ging het wel over zijn kleine tuintjes, zijn giardini piccoli. E lui lo confessa, c'è una lettera sua al museo dove lui scrive proprio: cara Elvira, io so che tu sai, devi capire che tutti noi artisti abbiamo dei piccoli giardini in cui pratichiamo le nostre licenze. Het was dus een tekst van Puccini zelf. Hij schreef aan Elvira dat hij als iedere andere artiest een kleine tuintjes had, maar dat zij zijn grote liefde is. Oh, ja. Ja, mooi hè. Dus die kleine tuintjes, dat was eigenlijk meer een soort van hobby. Eigenlijk wel. Typische mannenhobby wel, hè? Tuinieren. Vind je dat ook leuk? Ja, te gek. Doe niets anders. Groene vingers. Puccini was in de 40 toen hij Corina ontmoette op een stationnetje. Zij was toen rond de 20. Iedere keer dat hij had afgesproken met Corina, vertelde hij Elvira dat hij ging jagen. Elvira had natuurlijk haar vermoedens en op het moment dat ze achter de affaire kwam, probeerde zij er alles aan te doen om Giacomo bij Corina weg te houden. Vervuld van jaloezie wilde zij alles weten over haar concurrent. Ze ging zelfs in hongerstaking, maar niets hielp. Enige tijd later voltrekken zich twee ingrijpende gebeurtenissen in het leven van Giacomo. Samen met Elvira en hun zoon Antonio krijgt hij een ernstig auto-ongeluk. In diezelfde nacht komt Narciso, de man van Elvira, plotseling te overlijden. En dat betekent dat Puccini eindelijk met haar zou kunnen trouwen. Volgens de Italiaanse wet moesten Giacomo en Elvira nog 10 maanden wachten voordat zij officieel mochten trouwen. In de tussentijd hield Elvira hem nauwlettend in de gaten. Italië is natuurlijk HET land bij uitstek om naar de opera toe te gaan. En dat kan op verschillende manieren.
In de zomer wordt dat vaak gedaan in de open lucht. Zoals in dit stadion, dat gebouwd werd naast de villa van Puccini. In een opera komen verschillende kunstvormen bij elkaar. Het is niet alleen maar zang en muziek, maar ook bijvoorbeeld theater en dans. Nog even wachten tot het donker wordt en dan wordt hier mijn lievelingsopera van Puccini opgevoerd, La Bohème. Maar voordat de opera begint, nemen we eerst even een kijkje achter de schermen. Daar zie je al iets van de decors erboven. Waar zouden de naaisters nou zijn dan? De dames van de kostuums. Ja, die? Wat denk je? Ik denk daar. Ik zie geloof ik een strijkbout. Ja. Nou, erop af. Il tuo lavoro è particolare perché tu lavori soprattutto prima. Sì, perché tutta la preparazione. Sì, ecco. È come nei film, però i film c'è una preparazione più corta. E sai per caso se Puccini, perché lui era un uomo molto forte, aveva delle idee molto chiare sul libretto, su tutto, sì, se aveva la stessa cosa anche per i costumi? Sì, era molto preciso su come voleva l'allestimento e poi dava dei grandi didascalie dove parlava proprio sia della scenografia che di come doveva essere il vestito. Noi begrepen dat het mogelijk is om opera sowieso uit te voeren. Zoveel mensen, zoveel. Het is gewoon veel te duur, toch? Groot orkest, groot koor, solisten, kleding, decors. Hallo, visite. Wauw, sarà bene alla nostra musetta. Ah, direi di sì. Sì. Sempre la bohème. Sì, sì. Vedi, borghese, sono coristi questi. Mm-hmm. E questa, ad esempio, è un'altra corista che fa quelle che vendono il latte, vendono le uova, la barriere. Certo, sul mercato, sì. E quindi sono vestite più di chiaro, con le cuffie. Adesso poi ci sono un sacco di accessori. Cristina? Sì? Posso chiederti qualcosa di un po' strano? Cioè? Potrei provare un vestito, un costume, anche super semplice, giusto? Perché mi piacerebbe tanto. Sì. Sì? Sei pronta a morire di caldo? Bello. Non vedo l'ora. Io un po'. Forse sì. Scusa? Ci sta. Lekker strak. Terwijl ik me in deze jurk hijs, zal Leonard even vertellen waar La Bohème nou eigenlijk over gaat. La Bohème gaat over vier kunstenaars die als bohemiens leven op een zolder in het Quartier Latin in Parijs. Wanneer buurvrouw Mimi langskomt, is Rodolfo de dichter op slag verliefd op haar. Maar hun liefde is van korte duur. Want al snel blijkt dat Mimi ernstig ziek is. Wanneer Rodolfo haar verlaat, voelt zij zich afgewezen. Terwijl hij dat eigenlijk alleen maar doet omdat hij wil dat zij een man vindt, een rijke man vindt die haar kan genezen. Op het einde van de opera komen de twee weer bij elkaar en sterft Mimi in de armen van haar grote geliefde Rodolfo. Aspetta, non è finito. Grazie. Dobbiamo trovare il cappello. Il cappello, ci manca il cappello. Ja, nou wil ik natuurlijk operazangeres worden. Dat wil je natuurlijk iedere dag aan dit. It's all about the dress. Wel een beetje jammer van die sandalen eronder. Sono una bambina super felice adesso. Ga ik ook ineens heel streng kijken. Fa una camminata. Sì. Dietro. È peccato che non so cantare. Però del resto non si può fare tutto. È stupendo, eh? A chi lo mettiamo? A te? Dai! Io non ci entro, ci vuole una magra così. Ik vind dit echt de ultieme opera experience, moet ik zeggen. Ladies and gentlemen, we are very pleased to welcome you in the Grand Theater of Giacomo Puccini in Torre del Lago for the 63rd edition of the Puccini Festival. We wish you a pleasant evening. En kun je je nog herinneren waarom we eigenlijk in Italië naar de opera gingen? Ja,
Precies, omdat het in Nederland zo pokkenweer was. Voor Nederlanders is het niet voelbaar, maar er zijn een paar druppels gevallen. En de Italianen vinden dat het regent. Dus de dirigent heeft afgeslagen. Er is nu een soort van generale staat van paniek. We weten niet precies wat er gebeurt. Er gaan paraplu's uit. Er gebeurt van alles. In ieder geval is de opera tijdelijk stilgelegd. Er wordt geklapt om het orkest aan te moedigen, om de zangers aan te moedigen om weer door te gaan met de opera. Het orkest gaat weer zitten, geloof ik. Ja, lekker. Come va? Vedi? È tranquilla. Vuol dire? Vuol andare per dire? Per guardarmi così? Coraggio!